Er kon zaterdagmiddag naar hartelust gespeeld worden op het Schouwburgplein. De jeugd van Venray had plezier op een evenement georganiseerd door de juniorkamer. Speelstad is inmiddels niet weg te denken uit het centrum van Venray. De zesde editie van Speelstad. Het hele Schouwburgplein hier achter mij is omgetoverd tot één grote attractie. De kinderen kunnen de hele dag naar hartelust spelen voor het goede doel. We hebben springkussens, we hebben een zandbak, we hebben een schminkcaravan. We hebben een fotobooth waar foto's gemaakt kunnen worden van de kinderen. Er is horeca aanwezig. De draaimolen staat alweer zoals ieder jaar. Het is weer een groot succes. Het doel van Speelstad is om geld bij elkaar te brengen voor een project op vlakwater. Ja, dat klopt. De oudere inwoners van Venray kunnen zich wellicht nog herinneren. Het zwembad in het vlakwater, wat nogal een begrip was. En dat willen wij weer, die plek willen wij gebruiken om een waterspeeltuin neer te leggen. Ja. Elk jaar halen we een hoop geld hiermee binnen. Er wordt ook entree gevraagd als entree. Spettervallei, dat is het doel waar we ons nu voor hard maken. De Spettervallei is een waterspeeltuin die als aanvulling gaat dienen op het speelvlak. De speeltuin in het vlak water. Het zit in de naam, waterspeeltuin Spettervallei. Dus er komen allemaal grondwaterpompen te staan. Er worden stroompjes gecreëerd. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn bezig met die plannen uit te werken. De juniorkamer hoopt in 2019 te kunnen starten met de realisatie van Spettervallei.